Om met Google Sites aan de slag te gaan, is het nodig om een paar basisvaardigheden te hebben. Ik zal deze even kort toelichten. Als eerste ga je naar de website sites.google.com en daar log je in met je Google-account. Vervolgens kun je links kiezen voor de knop Maak een nieuwe site. Op deze pagina kun je het schabloon kiezen, de naam geven voor je website, de URL aanvullen, eventueel een thema selecteren alvast en het is belangrijk om ook de lettercode onderaan in te voeren. Ik heb de informatie ingevoerd, maar ik kies bewust voor een leeg schabloon. En als ik alle informatie verder heb, dan klik ik op de knop Create of Maak. De website is aangemaakt, maar hij is nog heel erg kaal natuurlijk. Dus vervolgens de vraag, hoe kan ik hem vullen? Op deze startpagina wil ik wat informatie weergeven, dus ik wil deze pagina bewerken. Dat doe ik door op het potloodje te klikken, rechtsboven. Als de editor zich heeft geopend, kan ik gewoon teksten typen zoals ik dat gewend ben om te doen in een tekstverwerkingsprogramma. In het menu bovenin heb je verschillende opties. Je kunt van alles invoegen. Plaatjes, linken, noem maar op. Natuurlijk kun je ook andere documenten vanuit je eigen Google-account invoegen. Het is mogelijk om een kaart in te voegen of een filmpje van YouTube. Dat werkt allemaal redelijk vanzelfsprekend. Je kunt ook tekst opmaken, een tabel invoegen. Je kunt ook de instellingen van de pagina wijzigen als je liever meerdere kolommen hebt of nog een kop- en voettekst. Het is allemaal redelijk vanzelfsprekend. Als je tevreden bent met hoe de pagina eruit ziet, dan kun je hem rechtsboven opslaan met de knop Save. Wijzigingen zijn direct opgeslagen. Nu wil ik graag een pagina toevoegen aan mijn website. Dat doe ik eenvoudig met de knop Nieuwe pagina toevoegen. Ik geef deze pagina een naam. En ik klik weer bovenin op de knop Maak. Deze tweede pagina kan ik precies als de eerste pagina aanpassen. Ik kan hier dus bijvoorbeeld mijn foto's neer gaan zetten. Ik doe dat eerst door de layout aan te passen. Ik wil twee kolommen. En in de eerste kolom ga ik een plaatje toevoegen. Die kan ik uploaden vanaf mijn computer. En ook aan de rechterpagina voeg ik een plaatje toe. Elke afbeelding kun je nog uitlijnen als je dat wil. Je kunt de grootte instellen. Je kunt hem eventueel ook weer verwijderen. Als je tevreden bent met hoe die eruit ziet, dan kun je hem weer opslaan. Onderaan de pagina staan de twee opties die Google Sites automatisch toevoegt aan nieuwe pagina's die je maakt. Namelijk de mogelijkheid om bestanden toe te voegen of om opmerkingen of reacties te geven. Als je dat niet wil, dan kun je dat ook weghalen. Dat doe je door het tandwieltje te selecteren en dan te gaan naar pagina instellingen. Daar kun je precies aanvinken of uitvinken welke opties je wel en niet wil. En als je die opslaat, dan past de pagina zich direct aan. Op deze manier kun je redelijk eenvoudig pagina's toevoegen en je website opbouwen. Ook is het mogelijk om achter de schermen je website te beheren. Ook dat gaat via het tandwiel-icoon en vervolgens naar pagina of website beheren of manage site hier in het Engels. Je krijgt hier aan de linkerkant een heel menu met allerlei opties. Die kun je rustig langslopen om te kijken welke instellingen je fijn vindt. Ook kun je hier je thema en je kleuren aanpassen. Op dit moment staat hij op het thema ski, maar je kunt zelf een nieuw thema kiezen. En als je dat selecteert, zie je meteen daaronder hoe de website er dan uitziet. Als je een thema hebt gevonden wat je mooi vindt, kun je dat eventueel hier nog aanpassen in kleurgebruik, lettertype. Je kunt hier door een menu klikken en dan kun je per onderdeel aangeven wat het lettertype zou moeten zijn of dat je dat lettertype wil aanpassen. Alle instellingen heb je daar tot je beschikking. Als je klaar bent met de instellingen daarvan, kun je linksboven in je website opslaan. Om terug te gaan naar de website, kun je daar linksbovenin klikken. Zo ziet de website er nu natuurlijk uit. Ik heb een startpagina, ik heb een fotopagina. Nu wil ik nog graag mijn menu aan de linkerkant aanpassen en beheren. Ook dat kan je doen via het tandwiel-icoontje door te kiezen voor Edit Site Layout of de Site Layout bewerken. Als ik het menu wil bewerken, kan ik dat het makkelijkst doen door erop te klikken. Vervolgens kan ik aangeven of ik het menu een titel wil geven of niet. En of ik ook de sitemap of recente siteactiviteiten wil opnemen. Die kan ik aan of uitvinken. Het menu wordt zo steeds eenvoudiger weergegeven. Ook is het mogelijk om het menu te verplaatsen van de zijkant naar de bovenkant, dat er een soort tabbladen ontstaan. Daarvoor kies je voor de optie Horizontal Navigation.
Er verschijnt standaard de knop voor de homepagina, maar ik heb nu ook al een pagina met foto's gemaakt. Die wil ik daar graag aan toevoegen. Dus ik klik op Edit, deze balk. En dan kom ik bij een pop-up menu waar ik pagina's kan toevoegen. Ik kan hier ook kiezen voor portfolio's. Oké. Okay. En ik kies voor oké. Okay. De knop foto's is er ook bijgekomen. Als ik nu ook nog het menu aan de zijkant uitklik bovenin, dan verdwijnt hij aan de zijkant. Ik kies voor sluiten en mijn website heeft nu tabbladen. Zo kan ik mijn website verder inrichten. Ik kan pagina's maken, ik kan deze vullen. En uiteindelijk wil ik deze natuurlijk delen met de rest van de wereld. Dat doe ik door de blauwe knop delen of share. Ik ga weer achter de schermen. Ik zie daar de link naar mijn website staan. Die kan ik eenvoudig delen via de mail of sociale media. Op dit moment staat die openbaar op het internet. En kan iedereen het bekijken. Dat kan ik ook wijzigen. Ik kan hem bijvoorbeeld zo instellen dat alleen als je de link ontvangt, dat je hem kunt bekijken. Ook is het hier mogelijk om andere mensen met een Google-account toe te voegen, zodat ook zij de website kunnen gaan editen, zodat je samen kunt werken aan de website. Je kunt daarvoor hier het Google-account invullen van iemand, het e-mailadres, Gmail, en vervolgens kun je dan aangeven, is het een mede-eigenaar, kan die ook aanpassingen maken, of kan deze persoon alleen maar kijken. Je klikt op verzenden en diegene krijgt een uitnodiging. Met deze basisvaardigheden moet het lukken om met een Google-site aan de slag te gaan.